Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. En we staan weer bij het oud-nabije oosten. Brabbelijving 2 van dit gebied. En er komt er ook maar één. Nogal naar de deus. Want ja, een klein gebied, dus kunnen niet zo heel veel showen. Laat u gebieden met mijn opinions. Drie onderhoudacties. Dit is het. Kijk, die twee heb ik er al gezien. En dit is het nieuwe, oud naar bij oosten, Treasure of Apep, Horus en Curse of Tutankhamon. Ja, en die zijn we nog aan het maken. Ja, de Treasure of Apep die was al gereed. Verleden video. Horus was in bouw, maar die is dus nu ook klaar. Gaan we die laten zien of wat? Ja, dat wel. Dus hebben jullie al gezien dat er ook zijn er wat extra kramen toegevoegd. Ah oh ja, dat is echt nice. Hier zit fruitsapkraam. Maar kom, ik ga iets verkopen, Jens. Ah, ik moet hier nog openingsuren bij zetten. Yo! Euro 20. Wil je dat kopen, ja? Euro 20. Ik heb maar één keus, jongen. Ja, maar je kunt ook nog een beetje, nog in het zwart dingen kopen hier, drugs. Nee. Next! Hier is dan nog iets snoepkraam. Is een euro per snoepje. En hier... Amai, dat is ook geen klote. En hier, ga jij 5 euro per snoepzakje vragen of wat? Ja, dat is zo in pretparken. Dat is het niet. Oké, ons keerkind. Hier hebben we nog wat snoep op een stok. Dat is in cinemas, jongen. Ja, dat is ook juist. Hier is Horus. Wat, min 90. Minus 90. 90 centimeter moeten zijn. Dus dat moet er wel bij zitten, hè. Kom, gaan we naar binnen. Ja. We gaan niks spawnen. Is right out open zijn, Daniel? Ja, maar niks spawnen. Dit is dus de attractie. Wat, niks spawnen? Niks spawnen, dat is voor de volgende video. Oh, mensen, hier wordt nog niks gelaten, dat je shot precies. En we gaan u al prijs geven dat we aan de models bezig zijn. Misschien ook niet. Dat is de... Jij hebt informatie? Heel mooi. Kut dreigen, ik haat dat. Zit er dreigen af je? Nou, weer eens. Ik moet toch al dreigend om de 5 minuten hier. Niet normaal. Ik kan dat wel uitzoeken, dat moet afweren. Ik ga hier ook nog een fontein neerzetten waar dat je mijn pressure plate kunt activeren. Zo. En ook een paar papegaaien genesteld. Yeah, boy. Hier staat er ook nog zo in. Ja, mensen, kan leren, YouTubers. En dit is de attractie waar we mee bezig zijn, de Curse of Tutankhamon. Je gaat die ook al laten zien, of niet? Ja, we gaan die voor een stuk laten zien. Ja. Hij is nog niet overkapt. En alle monsters zijn er nog niet. En hij is nog niet helemaal gereed. Ja, hier nog over... lang niet, het trekt nog niks. Over die pressure plate. Dan gaat er iets af. Dus... Nou, dat was het mooi nog niet zien. Dit is de Challenge of Tutankhamon, exact dezelfde eigenlijk. Alleen, hier is er geen sprake van die onderzoeker en die oude vent die dat u waarschuwt voor de vloek. Dus die zijn er niet. Maar voor de rest gaat alles aanwezig zijn. Dus we gaan eens naar binnen. Hier begint het. Nee, dat is de eerste scène. En dit is nog helemaal in de open lucht, dit alles. Dus dat gaat nog allemaal donker worden. Maar het grote gebouw dat er rondom staat, wat zwart wordt langs binnen. En daar kijkt het dus naar vanuit de attractie. Dus dat is hier gewoon pikzwart. Ik zeg, ja jong. Ah, hier. Oké, daar gaan we niet naar binnen. Want dat is... Zijn die al gereed is. Ah, zijn jullie niet binnen geweest? Ja. Die twee scènes heb ik al overkapt. Ja. En hier zo dus bezig, is dat die diamond wordt nog vervangen en zo. Het wordt hier nog donker en al. Dus dan zal het er beter uitzien. Inderdaad, mensen. Hier binnen zitten de slangen. Dan, het is hetzelfde. Dus om te beginnen komt er dus die tempel in.
Dan heb je dat weefsel kruist en daarna vervloekt wordt, kom je bij eerst de Set-zuinen. Dan krijg je de Anubis en de Mummies. Dan heb je de driekoppige honden. Dan heb je de twee cobra's. En hier zijn dan de schorpioenen. Wat een crazy attractie precies. Ja. Hier een effect ga ik eens ook gaan spelen. En wat gebeurt hier? De honden. Die hun bek gaan bewegen. Om. Goed dat je gedaan doet. Goed dat je gedaan doet. Een toortje onder gezweerd. En hierna komt de scène met de skeletten die uit hun graf naar u toe komen gelopen. Daarna komt in de scène met libellen. Dus dat gaat eigenlijk een pikzwarte scène zijn, dus dat wordt simpel gemaakt, dat is direct klaar. Maar daarvoor moeten we eerst naar 1.14 om dat af te krijgen. Dus dat is voorlopig uit. Dan komt er bij set nummer 2. Dan krijg je de finale battle met allemaal... Skeletten gaan er op je aflopen, spinnen en hoe noem je het ook alweer, strays. En dan kom je naar de laatste set en dan bereik je de schatkamer en dan is het eindrit. Yeah boy, maar dat is er nog voor later mensen, dus join de Discord en jullie weten alle informatie. En foto's en sneak peeks, yeah boy. Ja, en als je maar gratis, risk je niet. En als je gratis VIP wilt, moet je vooral naar hier komen. Nee. En mensen met VIP kunnen ook hier niet binnenvliegen, dat gaan niet pakken, dus no worries. Binnenkort, eigenlijk heel binnenkort, kunnen VIP's ook attracties besturen, no worries, via een menu. Ja, verder is er nog iets Avenger toegevoegd, dus dat gaan we ook even bekijken. De muziek van deze gebied is ook al geregeld, maar ik weet niet hoe het komt, maar het werkt gewoon niet. Hier bij Excalibur... Hebben we een Fastpass plugin toegevoegd. Dus ja, niet alle attracties gaan Fastpass krijgen, maar sommige wel. De toppers en zo, grote achtbanen, grote attracties. Maar dan ga ik dus wel een Fastpass ingang bouwen, want... Ja, laat zien hoe het werkt. Dat had ik nu niet voorzien. Dus je moet op dit klikken, hier de Fastpass. Dan druk je op het bord. En dan kom je hier terecht. Ja, ja voor mensen voor te steken. Ja, je wordt dus echt... Maar ja, in het vervolg maak ik dus bij de attracties die het moeten hebben... Dan is de Fastpass ingang oftewel bij de uitgang... Oftewel is er een aparte Fastpass. Wacht, nee, maar je moet geen gang hebben, je wordt toch geteleporteerd. Ja, maar het is niet zo mooi als je dat gebruikt bij de ingang. Het werkt niet anders, hè. Ja, nu niet, omdat ik dat hier niet had voorzien. Het is gewoon een test, hè. En we kunnen nog meer door enkele uitbreidingen. Maar dat is informatie die achter de schermen gebeurt, hè. Dus no worries, mensen. Ja. En hierna volgt dus dan de prehistorie. Maar ja, zien hoeveel video's we daarvan kunnen vullen. Want wat gaan we allemaal kunnen showen? De bouwvideo's, dat maken we niet direct. Als je een hotel zou maken, kan dat wel. Ja, maar een hotel ga ik hier niet bouwen, op deze licht. Ook geen verblijfplot, Jens, dat is niet realistisch. Jawel, jong. Grote parken moeten een verblijfplot hebben. Niet van moeten, hè. Dat wil ik gratis bouwen. Park Asterix heeft ook geen hotel. En dat is ook een groot park. Walibi Holland ook niet, Walibi België ook niet. Die piramide denk ik nog een beetje aan te kleuren als het allemaal klaar is. Maar voor prehistorie kun je wel zeggen dat daar een... Ja, als je het al gezien hebt op de borden, er komt een topspin, een rapid en een enterprise. Dus dat wordt ook nice. Maar we zullen het hier maar bij laten voor deze video. Dus tot de volgende video en... Ciao! Lovers!